Ze weten dat ik tip. Ik pull up met je bitch. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. We gaan gewoon beginnen. We gaan een eitje bakken voor in de ochtend. Dus doe allemaal lekker mee. En het wordt een soort van omeletachtig. Dus dat wordt wel lekker. Oh, ik had hier even... Mensen, wat je eerst gaat doen is gewoon een pan bakken. Want dan heb je al de helft gedaan. Want eigenlijk moet je de ei bakken in de pan. En je snapt het allemaal wel. Dus ik ga daar nu heen. Je hoort nu voor je snappen, maar is beetje moe. Is beetje moe, ik ga vertrekken. Daar gaat hij dan mensen. Pisje aan. Even kijken, ik ben... wat we dan gaan pakken, dat is ook heel belangrijk natuurlijk, dat is de boter. Oké, dan is hij nu een soort van aan het kapot bakken. Nee, geintje, is niks aan het kapot bakken. Hij is warm aan het worden, dus dan moet ik een mes pakken om de boter. Jullie begrijpen het denk ik wel, maar ik leg het nog even uit voor de mensen die dat niet weten. Om de boter zeg maar... in de pan te doen en dan hebben we een eitje. Nou, we moeten eerst dat eitje pakken nog, dus ga ik ook even doen. Wacht even. Met die groep, ze weten dat ik trip. Ik pull up met je bitch. Ze praten weer die Gucci, ben ik fully met die trip. Trip, 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 trip. Met een big shack. Ik hou mijn jacka aan op je feestje. Zag je wat ze deden bij TikTok? Die jongens daar zijn aan op dat ik. Jongens, we doen de eieren nu erin. Wacht even, ik zet jullie even anders neer. Oké, jongens, de eieren zitten erin, kijk maar. Ik ben helemaal alleen, heb je dit gehoord? Ik zie nu eigenlijk wel dat hij te hard ging, dus ik heb hem nu een soort van iets zachter gedraaid. Dus dat is super fijn en nu even relaxen van die muziek. Ik moet dit wel even gaan fixen, mensen, anders gaat het niet meer goed. Zo. Ik voel die vibe, ik voel die buzz bij jou. Ik wil even weg van alles. Oké, nu zien de eieren er zo uit. Ik hoop dat het goed gaat. En nu gaan we de, hoe heet dat, dit, de broodjes even lekker doen, weet je. Dus dan doe je gewoon zo. Kijk, is wel wit, hè. Wel witte brood. Wat ik dan altijd doe, dat is super slim, hè. Jullie, dat ga ik jullie even haarfijn uitleggen. Kijk, zeg maar zo dat ik dan altijd... kaas pak. Dus toen moet ik even de kaas zoeken. Ik weet ook nooit waar dat ligt. En dat slaat helemaal nergens op. Jezus. Ik moet wel even een beetje opletten. Want ik was weer te veel bezig. Ze gaan op commando. Ja, ik ben met lijpen. Al mijn dreddies zijn er ook. Ze geven niet om mij. Hoe kan ik geven om die hoofd? Dan heb je gewoon een uitsmijter. Zo, dat wou ik zeggen. Trouwens, mijn lamp moet even wel een beetje meer in het licht. Want het licht is heel belangrijk, hè. Natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar wat ik dan doe, is ik ga nu even de kaas. Kaas. En de ham en de sla ga ik nu even klaarmaken. En dan laat ik het zien. Want als jullie te veel zien, denken jullie ook, wat ben ik aan het kijken. Dus... ik zie jullie zo weer. Ik heb geen carrière, ik heb mijn eigen zin. Jouw hele omzet in een jaar is wat ik bijverdien. Ik wil niet groot praten, maar ga je groot praten? Kan ik die kleine onderneming... Oké, jongens, beste tip ooit. Doe alsjeblieft even, hoe noem je dat, kaas, zeg maar, gesmolten op je ei. Want dat is fucking lekker, echt waar. Dat is goeie, dat is hele goeie. Eieren zijn nu klaar. En het brood moet nu gemaakt worden. Dus dat gaan we even doen. Dat is super lekker natuurlijk. Hoe ik dat ga doen. Ik ga eerst dan ham op het brood doen. En als ik dat gedaan heb, doe ik een beetje sla erop. En dan leg je die, zo die eieren er mooi op. En dan heb je een uitsmijter. En die is goed, jongen. Niet normaal. Niet normaal. Yo, oké, ik heb nu zeg maar, de boterhammen zeg maar gefixt. Dus dan doe je gewoon zeg maar nu de ei op de boterhammen. Ik weet niet of het er mooi uitziet. Maar dit is gewoon ham met sla en dan zie je het wel vanzelf, denk ik. Eit, eit. Dit is toch goud, jongens. Even nog dat kaas eruit pakken. Zo. Moet je wel eruit gaan natuurlijk. Dit is dan het eindresultaat. Ja, misschien ziet het er minder lekker uit. Of je mag vinden wat je vindt. Maar dit is ziek goed, man. Dit is ziek goed. Vooral met de kaas en alles. Ik ga het even goed laten zien. Wacht even. Nou, dit is gewoon niet normaal, dit. Wow, ja, het ruikt lekker. Ik zeg je eerlijk, als jullie dit maken, jongens, stuur het via Instagram. Tag mij erin. En ja, man.
Dan ga ik wel even goed kijken hoe jullie dat gemaakt hebben. Misschien kunnen jullie het mooier maken dan ik, want ik ben geen kok, snap je? Dus ja, dat dus. En nu even deze shit opruimen en eten. Oh. Lekker glaasje sap natuurlijk. Even kijken of die goed staat. Zo, ja, zo. Nou kijk, dit is het resultaat. Het eindresultaat geworden. Als je echt de Amerikaanse shit wil, dan moet je de ketchup op doen, man. Dan moet je er echt ketchup op gaan doen. Maar dat is niet gezond, jongens. Ik eet een beetje gezond, snap je? Ik pak even bestek nog. Ik ga even verder eten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe dan een duimpje omhoog. Laten we gewoon de 1000 likes pakken. En abonneer op mijn kanaal. Ik ben nu bij de 22.000. Ik wil de 30.000 gaan halen. Dus. Ik ga later. Tjallas. Ik eet hem op, maar ik loop nu weg. Doei! Maar gelukkig wordt er elke dag weer nieuwe gemaakt. Ik doe niet anders, ik doe niet anders. Osso voor die euro.